Stage Productions video. Dit is een uniform video zoals jullie zien. Dit is een Duitse infanterie uniform, late oorlogs. Nou, laten we maar meteen beginnen. Ik heb hier mijn M43 uniform jasje. Overheen heb ik een camouflage jas. Ik gebruik ze ook veel late oorlogs. Op mijn hoofd heb ik de M42 staalhelm met kippengaas en takken voor camouflage. Wat ik ga afdoen. Zoals je ziet, tak als camouflage. Dat is de binnenkant. M42 model, dat kan je zien aan dat deze randen niet omgerold zijn. Dat is bij de voorgaande modellen wel zo. Goed, even de camera een beetje bijstellen voor de uitrusting. Zo. Nou, dan beginnen we hier bij deze pouch. Het is een Car 98K pouch. Met een Car 98K clip. Onklaar gemaakt zoals je ziet, moet van de wet in Nederland. Vroeg oorlogs hadden ze meestal twee. Maar omdat het later oorlogs is, materialen tekort, etcetera, heb ik er maar één. Komt ook een beetje omdat ik er maar één heb. Ik heb hier mijn M42 infanterie field cap. En dan, zoals je ziet, is dit een DDR riem. Dat hoort niet helemaal zo. Maar ik had dus deze beltbuckel besteld. Zoals je ziet. Deze hoort hierop, maar die past niet op de riem. Dus ik moet even een nieuwe riem stellen. Nou, moet je maar voorstellen dat het zo hoort. Mijn Car 98K bij je met. Er hoort dus ook een Car 98K geweer bij, maar dat heb ik nog niet. Hier heb ik mijn polsjes een gasmaskerbus. En een broodtas. Voor het persoonlijke spullen. Kopjes hier voor eten. En, nou, dat was eigenlijk al voor de achterkant. Ik heb hier mijn eiriem om de uitrusting te ondersteunen. En die zag je natuurlijk ook net hier bij de achterkant. Dat maakt het wel makkelijk om mee te nemen. En, hier beneden heb ik mijn enkellaarzen en mijn beenkappen. Die hadden ze ook later oorlogs. Die laarzen die hadden ze vroeg oorlogs. Maar ja, op materiaaltekort was dit natuurlijk goedkoper. Hier mijn infanteriemes. Deze heeft mijn opa zelf gevonden na de oorlog. Dus deze heeft wel een leuk verhaal. Deze had ook elke soldaat als infanteriewapen. Dat was het wel een beetje voor deze video. Nou, bedankt voor het kijken. En een shout-out naar Harry voor het aanvragen van deze video. Ik zal het kanaal eventjes in de beschrijving zetten. En dan zie ik jullie graag de volgende keer.